Ja. We gaan verder met een volgend voorbeeld, dat van de correctheid van het programma, dat de waarden van een array optelt vanaf 0 tot en met n, of tot en met, ja, dan moet je altijd even kijken, is het nou tot of tot en met? Zolang k ongelijk aan n is, hoog je k met 1 op, maar daarvoor tel je bij x ak op. Dus waarschijnlijk is het tot, hè? Niet tot en met. Dat is altijd een dingetje met dit soort array processing programmaatjes. Van je hebt een upper bound, ga je dan tot of tot en met. Dat zijn altijd dingetjes waar je even moet opletten. Ja, die klasse van fouten heet ook off by one, hè? Oh ja, off by one. Ja, ja. Ja, dat zijn van die standaard dingen. Dus moet je altijd even op je twee vieren zijn. Nou, we hebben hier, dus dit is een initialisatiegedeelte, hè? De k is het tellertje, dat wandelt er doorheen en x is, moet de som opleveren van al die array-elementen. En hier staat de specificatie, dus stelt dat na afloop x, hè, dit is de gegeneraliseerde optelling, hè, dit is al de som van waarde ai vanaf 0 tot en met n min 1. Dus dit moet na afloop gelden, dus dat x de som is van al die waarden. En blijkbaar heb ik hier als dus preconditie n groter of gelijk dan 0 gezet. Nu even de vraag, hebben we dat nou echt nodig? Opdat dit na afloop geldt, moet inderdaad dan gelden dat n groter of gelijk dan 0 is. Nou, gaan we even kijken. Wat gebeurt er als n kleiner dan 0 is? Nou, als n kleiner dan 0 is, we zetten k op 0, ja, dan blijven we dus loopen. Dan komen we dus nooit de loop uit. Dus dat programmaatje termineert dan niet. Maar dan is dus deze correctheidsspecificatie wel waar. Want er is geen terminerende berekening. Dus als n kleiner dan 0 is, dus we kunnen ook niet checken of falsifiëren of de postconditie niet geldt. Dus daarmee heb ik eigenlijk nu beredeneerd dat we deze preconditie kunnen afzwakken tot true. Nou, ik geef een bewijs van dit, maar je zou voor, als je het leuk vindt, dus kunnen kijken of je dat bewijs kunt aanpassen, maar dan met een zwakkere preconditie true. Nou, tot nu toe hebben we een bewijs op een bepaalde manier gegeven. Kijk, er zijn trouwens überhaupt in het algemeen verschillende manieren waarop je een bewijs kunt presenteren, het formaat van een bewijs. Tot nu toe hebben we het gezien van, ja, je start met wat je moet bewijzen en dan verder heb je een bewijs wat dan top-down gestuurd wordt door de structuur van het programma. Dus om dit te bewijzen moet je de regel van sequentiële compositie gebruiken, want op topniveau is dit een sequentiële compositie van twee statements. En dus moet je de regel van sequentiële compositie gebruiken. Nou, en dan ga je verder, op geen blik stuit je op een specificatie voor deze while statement, dus dan moet je de regel voor de while statement gebruiken. En op geen blik heb je een specificatie gegenereerd voor die assignments en dan moet je de assignment axioma gebruiken. Dus op het, eigenlijk genereer je dus een lijst, zo kun je het presenteren, van correctheidsbeweringen, waarbij elke correctheidsbewering volgt uit bovenstaande, voorgaande. Zo kun je het dus lineair opschrijven. Maar eigenlijk een mooiere vorm zou nog zijn, is de expliciet maken, de boomstructuur. Want je kunt het bewijs ook in een boomstructuur geven, want dit is een sequentiële compositie. Dus dan moet je bijvoorbeeld dit correct bewijzen, dit gedeelte en die while statement. Dus dan krijg je een boom op topniveau, dit ding, en dan krijg je twee takken met een correctheidsbewijs voor dit gedeelte en de ene tak en een correctheidsbewijs van deze tak. En zo ontwikkelt die boom zich verder, hè, top-down. En ja, wat heb je dan als bladeren? Dat zijn uiteindelijk de assignment axioma's. Maar sorry Frank, deze bomen zijn dan wel omgekeerd? Ja. Dus de top, zeg ik top-down, de top van de boom is boven. Ja. En de bladeren zijn beneden. Ja, zo ontwikkeld. Maar ja, je kunt natuurlijk ook omdraaien. Je kunt ook van beneden naar boven werken. Maar intuïtief, vanwege top-down, is het intuïtief duidelijker voor te stellen dat het
dat de top boven is en de bladeren beneden. Maar dat is eigenlijk wel een mooiere manier. Dat is, het geeft meer direct de structuur van een bewijs weer dan dat lineair ding. Want dan moet je lineair, dan moet je iedere keer, zoals je al zag, waarom is dat nou lineair lelijk? Ja, omdat je iedere keer expliciet moet aangeven van deze volgt uit die door middel van deze regel. Terwijl je dat in een boomstructuur direct ziet. Want je ziet gewoon, je hebt een noot en dan heb je die noot split zich, je hebt de correctheidsspecificatie op één noot, die split zich in een stel andere noot waar correctheidsspecificatie. Dan weet je, deze splitsing moet corresponderen met een bepaalde regel. Dat zie je dan direct lokaal. Terwijl bijvoorbeeld deze, hier kan deze correctheidsbewering weer volgen uit een ander ding wat je veel verder hebt staan in het lineaire weergave. Maar anderzijds is het zeker voor een slidepresentatie een boomstructuur heel lastig. Dat gaat veel ruimte vergen. Dus daarom hebben we sowieso niet initieel die bewijzen gepresenteerd door middel van een boomstructuur. Maar er bestaat nog een ander alternatief. En dat alternatief dat zullen we overwegend gebruiken. En dat is door middel van annotaties. Kijk, hier zie je nou zo'n correctheidsspecificatie. Dus wat we eigenlijk hiermee doen is alleen het begin en het eind van deze programma annoteren. Je begin, dit is het begin van het programma, daar zetten we een assertie neer en aan het einde. Nou ja, wat let je om niet alleen hier een assertie neer te zetten, hè, zo hier heb ik mijn programma, ik kan die preconditie hier neerzetten en die postconditie daar neerzetten. Maar ja, wat let mij om gewoon asserties hier neer te zetten, daar neerzetten en daar neer te zetten. Maar niet zomaar willekeurig, nee, op zo'n manier dat het resulterende geannoteerde programma overeenkomt met een bewijs. Met andere woorden, dat het geannoteerde programma ook een, wat heet, een proof outline is. Dus je pleurt niet zomaar assertie's neer, nee, die volgen de bewijsregels en daarmee codeer je eigenlijk een bewijs. Met andere woorden, je kunt zo'n geannoteerd programma ook omzetten in een willekeurig ander formaat, ofwel die boomstructuur ofwel lineair. Nou, dat gaan we illustreren aan de hand van dit voorbeeldje. Oh, nou heb ik helaas niet, maar daar zal ik de volgende keer op letten. Dan heb ik geen animatie gemaakt. Kunnen we even stoppen? Ja, dat kan.